30 juni 2018 is de tweede editie van het Festival Voorbij de Grens. Vorig jaar was het festival voor het eerst en toen waren we er ook bij. Op het festival vieren wij de verbinding tussen Groningen en Friesland. Op het festival waren er meerdere mogelijkheden. Dus je kon een workshop volgen. Er was een liveband. Er was iemand die poëzie voordacht. En er was een klein groepje die turnen, dus ex-tegen, dat was ook heel mooi. En er was een mevrouw die allemaal spreuken maakte. Ze zat voor een caravan, dus als je een spreuk haalt, kon je vragen. Ik had er dus ook een, dat is heel mooi. Natuurlijk eten en drinken. Dus ja, het was ook een hele mooie dag. Wij hebben ook meegeholpen aan het festival. Ik heb thee geslonken en bier getapt. En het bier tappen vond ik het leukste. Ik heb ook meegeholpen met het festival en ik heb geassisteerd bij het verkeer, dus ik was verkeersregelaar. En later werkte ik in de horeca, dus op het terrein, dat was ook heel leuk. Er waren mensen die bier bestelden en kon ik het doorgeven. En tijdens het verkeersregelen was het zo dat als mensen het slechte been waren, dan mocht ik het doorlaten. Zo niet, dan moesten ze zelf hier naartoe komen. En dat werd goed aangegeven waar het was. En het was best wel druk. Ik vond zelf het leukste het verkeersregelen en het horeca gedeelte. Komend festival wordt heel leuk. Dus kom erbij allemaal. Het wordt vast heel gezellig en lekker weer. Dus kom naar de vier elementen. Hey!